aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En we blikken weer terug op een weekend. En dit keer het weekend van 8 en 9 november. En dat doen we met, zoals u gebruikelijk van ons bent, twee gasten. Ron van Eck, trainer van Medisant. Patrick Akerboom, trainer van VOC. En dan blikken we terug op de zaterdag. Top, hoofd en eerste klas. En dan pikken we ook gelijk even de zondag en de hoofdklas erbij. Want ja, dat is de afdeling waar je zelf in speelt. Ja. En een mooi resultaat. Een hele mooie zondag. En een, niet alleen een mooi, maar ook een heel noodzakelijk resultaat. Kijk, en op zaterdag mocht je ook nog weg? Ook nog, ja. Ja. En toen ben je bij Capelle geweest kijken? Ja, Capelle Spakenburg. Ja, een wedstrijd op het randje van de strijd. Echt twee ploegen die elkaar in de klem hadden. Allebei 4-4-2 spelen. En over het hele veld koppeltjesvorming. Veel strijd, veel duels, veel tweede ballen winnen. Twee ploegen die aan de voorkant met fysiek sterke spitsen spelen. Al heeft Spakenburg natuurlijk tol rondom Van der Wild lopen. Dat was eigenlijk wel een beetje het verschil. Capelle speelt echt op die twee fysieke spelers. Ik moet wel zeggen, Lopez viel heel snel uit na een kwartier. En toen kwam Vermunt naast Barak te spelen. En Spakenburg heeft eigenlijk onder Van der Wild aan Mesguy lopen. En daarnaast Kees Tol. En ja, dat is het net even wat fijnere voetbal. En ik denk dat ook het verschil gemaakt heeft gisteren. Want het was eigenlijk een wedstrijd die redelijk in evenwicht lag. Alleen een aantal momenten waarbij Spakenburg zijn surplus en kwaliteit uitspeelt en wel gewoon die wedstrijd uithaalt. Wel prettig ook een speler als Tol, man in vorm. Ja, scoort makkelijk. Een fenomeen, 90 minuten lang eigenlijk bijna niet gezien. En op het moment dat hij er moet staan en een bal moet binnenschieten, dat niet zo makkelijk was, want die bal lag bijna op de achterlijn, maakt hij gewoon de 3-1 en is het ook beslist. En de fase daarvoor kan Capelle twee keer 2-2 maken. Kobbel van Karmen op de paal en Rotman op de paal. Dan hadden ze wat pech. Daartussendoor had Tol ook een keer op de lat geschoten trouwens. Maar op het ene moment dat hij er echt moet staan, beslist hij de wedstrijd. Lars Bosch maakte nog gelijk in de 18e minuut. Als je naar Capelle kijkt, hè, ze staan nu door het vlies, zakken ze een plekje naar de vierde plek. Kozokkenboys loopt wat weg. Maar kunnen zij daar bovenin blijven staan? Al staat het vrij kort op elkaar. Ja, ik denk dat als je het over een hele competitie bekijkt, dat waar ze nu staan is denk ik prachtig. En ik denk, ze hebben natuurlijk een goede selectie, ze hebben goede spelers erbij gekregen. Maar met de top van de topklasse een heel seizoen wedijver is denk ik net iets te veel gevraagd. Maar ze doen het hartstikke goed. En als ze een beetje geluk hebben, halen ze gisteren ook gewoon een punt uit die wedstrijd. Spakenburg is toch vorig jaar kampioen geworden, heeft goede spelers. Dus ik denk dat ze bij Capelle best tevreden zijn. Al hebben ze nu natuurlijk wel twee keer achter elkaar verloren. Maar van Spakenburg en GVV verliezen, dat is geen schande, denk ik. Excelsior Maassluis wint. Ja, des te opmerkelijker natuurlijk. Hè. De nummer 1 en laatst die met 1-0 wint van GVV. Een goal van Vincent van den Berg in de 55e minuut. En natuurlijk een hele opmerkelijke rol voor de vierde keeper, Kemal Fakili. Die in de laatste minuut een pingel stopt. Ja, hoe mooi is dat? Ja, een klein jongensdroompje. Ja, goed, ik denk dat zijn jongensdroom de vorige wedstrijd al begonnen is. En dat hij er nu weer in stond, is natuurlijk een vervolg daarop. En als je dit dan meemaakt, ja, dan is dat als jonge keeper is dat natuurlijk helemaal top. Tegen, inderdaad, wat we al zeggen, de nummer 2. Geeft dat een extra boost? Nou, ik denk, ze winnen uit bij Spakenburg vorige week en nu thuis van GVV. Wat ik net zeg, dat zijn gewoon goede ploegen. Met name GVV vind ik voetballend een hele goede ploeg. En die hebben elk jaar eigenlijk één of twee spelers erbij. En die hele goede spelers behouden ze gewoon ieder jaar. Dus die worden eigenlijk elk jaar beter. En die voetballen gewoon heel erg goed. Als je daar van kan winnen, dat vind ik heel knap. Zeker in de fase en in de positie waar zij staan. Dat is niet prettig. En dan toch twee keer achter elkaar winnen tegen dat soort ploegen. Nou, dat vind ik knap. Dragen de rode lantaarn over aan Genemuiden. Hebben Lisse en uit mijn hoofd gezegd. Even kijken, Hoek staat er nog boven. Ja. Ajax staat er nog boven. Ja. Daar gaan ze naartoe hè, volgende week. Ja. Ajax. Dus ja. Het komt weer in beeld. Ja, ze moeten natuurlijk nog wel een paar plekken stijgen en aardig wat punten halen. Ik bedoel, we weten allemaal, in de topklasse moet je minimaal 35 punten halen, wil je veilig zijn. Je hebt dat meegemaakt met Jodenwoord. Dat klopt. En wij waren toen ook redelijk op weg. Maar over een heel seizoen 35 punten halen op dat niveau, dat vraagt heel veel van je. En dat hebben ze vorig jaar denk ik heel goed gedaan als debutant. Dat tweede jaar is altijd moeilijker. Ze zijn matig begonnen, maar ja, nu hebben ze toch twee keer gewonnen. En misschien dat het wat losmaakt en dat ze de weg naar boven gevonden hebben.
een ploeg die halverwege dan is. Barendrecht speelt gelijk uit bij IJsselmeervogels. Knap resultaat. Ja, ik denk dat dat een hele knap is. Wat ik ervan begrepen heb, was IJsselmeervogels het grootste gedeelte van de wedstrijd, in ieder geval de eerste helft, bovenliggende partij. Maar maken de wedstrijd niet af en maakt Barendrecht 10 minuten voor tijd een strafschop 2-2. Maakt hem dit keer, want Jeffrey Aerts heeft de vorige gemist. Legt dat dan een extra druk? Nou ja, dat is altijd lekker voor die jongen dat hij hem nu wel inschiet natuurlijk. Hè. Ik bedoel, wij hebben de VOC ook al twee strafschoppen gemist. En dat is nooit fijn als je twee strafschoppen achter elkaar mist. Als je hem dan daarna durft te nemen en je maakt hem ook gelijk. Nou, dan is het ook gewoon, denk ik, voor je vertrouwen een goede zaak. En wat ik heb begrepen, hebben ze in de laatste 10 minuten ook nog de kans gehad om 3-2 te maken. En om hem zomaar uit te halen. Hoe knap is het dat Barendrecht op dit moment gewoon derde staat? Ja, ik denk gewoon heel knap, Maaike. Want ja, goed. Ik denk dat voor het seizoen iemand gezegd zou hebben. Joh, Barendrecht staat na 11 wedstrijden op de derde plek. Dat is een hele reëel verhaal. Top middenmoot, denk ik dat een logische plek zou zijn. Ja, dit is gewoon knap. Een belangrijk feit is misschien ook wel, jij bent je spits kwijtgeraakt. Essayas, de andere beoogde voor Sparta, is daar gebleven. Maakt ook nu de 1-1. Hoe belangrijk is zo'n jongen? Dat maken we dit jaar elke week mee. Als je spelers in je team hebt die wat kunnen creëren, maar het ook nog zelf kunnen afmaken, dat is goud waard. Ik bedoel, zoveel kansen krijg je niet, ook niet in die topklas. En als je er dan een aantal bij hebt lopen die dat wel kunnen, die ook gewoon in de moeilijke fase voor jou het verschil op het bord kunnen zetten, ja, dat is gewoon heel belangrijk. Helder. Karsokke Boys, zij liepen uit. Hè, want de nummers 2, 3 en 4 verspeelden allemaal punten. Spakenburg is erbij gekomen. En Stanley Husse, hij maakte zijn eerste goal, werd man of the match. En slaapt het hele weekend op zijn rug. Want ja, dat is er voor nodig. Daar heb ik een prachtige foto van gezien. Vader was trots. Nou, al met al, Karsokke Boys is wel de ploeg die nu laat zien dat het kampioen wil worden. Ja, nou ja, goed. Je kan het zeggen, maar je moet het ook laten zien. Ja. Nou ja, Danny Buis spreekt het van de week in de krant natuurlijk ook dubbel en dwars uit. En ja, goed, terecht denk ik, want zij hebben natuurlijk gewoon een hele goede ploeg. Ja, helder. Wij gaan naar de hoofdklasse A en zien daar een overwinning voor Jordan Boys. Ja. Wil je het erover hebben? Ja, natuurlijk, waarom niet? Nee, ja. Geen enkel probleem. DFS uit, altijd lastig. Ja, dat klopt. Ja, snel op 1-0 gekomen en in de 18e minuut DFS met 10 man op het veld terechtgekomen. Nou, dat is natuurlijk prettig tegen een directe concurrent. En dan kun je de rest van de wedstrijd met een voorsprong en met een man meer spelen. Rustig gebleven, heb Valero Brang begrepen en goed uitgespeeld. Hij mocht spelen, heeft een rode kaart gehad, maar in beroep gegaan, mocht deze wedstrijd spelen. En, belangrijke wedstrijd natuurlijk, want beide stonden onderin. Belangrijke wedstrijd en Leroy is gewoon een hele belangrijke speler voor Jordan Boys, denk ik. Zeker op dit moment. Er is toch wel wat kwaliteit weggegaan. Een hoop jonge jongens. En dan is het heel goed dat er zo'n boegbal tussen loopt. En in zo'n wedstrijd die jongen kunnen gebruiken, dat is heel prettig. En als je dan uiteindelijk met 4-1 wint, heb je het heel goed gedaan. En voor de mensen die het niet weten, vorig jaar was je trainer van Jordan Boys. En we waren nog niet koud weg vanwege het latje trappen. Ja. En de pleuris brak uit. En in één stond je op straat. Hoeveel punten had jij toen? Toen ik wegging hadden we er volgens mij 16 als ik uit mijn hoofd. Uit hoeveel wedstrijden? 10. Het is nu 9-9. Ja. Moet de trainer zich zorgen maken, denk ik dan maar. Ja, het is niet aan mij om daar iets over te zeggen. Was ook een flauwe vraag eigenlijk. Ja. Nee, maar goed, om aan te geven, van, het gaat dit jaar ook moeizaam. Vorig jaar hebben ze het dan wel weer gered uiteindelijk. Ja. Want we behandelen veel Rotterdamse clubs. Wat is Jordan Boys voor een ploeg? Het Gouwse, ik kom uit het Gouwse, ik kan het al, maar ja. jij hebt het van dichtbij meegemaakt. Kijk, ik denk dat het niet zo onlogisch is wat er nu gebeurt. Er is, wat ik al zei, wat kwaliteit weggegaan. Die selectie is niet meer zo breed en zo sterk als dat die was. Bewuste keuze gemaakt, denk ik, door de club. Dan is het ook niet onlogisch dat je alle zeilen bij moet zetten om op dit niveau te blijven. En voor de rest wil ik daar niet zo heel veel over zeggen. Ik heb daar een vervelende periode gehad. Mooie periode. Ja, natuurlijk. Hele mooie dingen meegemaakt. Topklas gespeeld. Ik bedoel, ja, dat had niemand van tevoren kunnen hopen en denken. En ook zoveel punten. En ook nog maar zoveel punten. Maar ja, dat zei ik net. 33 waren er niet genoeg. Nee.
Ja, bizar eigenlijk, hè? Ja, als je, denk je daar nog wel eens aan terug? Dat je denkt, je hebt prachtige wedstrijden gespeeld. IJsselmeervogels, Spakenburg. Ja. Je hebt op Scherders van de Snede. En dan haal je zoveel punten en dan is het nog niet genoeg. Nee, nou, niet alleen er tegen gespeeld, maar ook nog gewoon van gewonnen en punten gehaald. Natuurlijk, dat was het mooiste voetbaljaar uit mijn nog relatief prille trainingscarrière. Prachtige competitie met prachtige wedstrijden. Daar heb ik van genoten. Oké. Okay. Tot zover de Jodan Boys. Dus vertel ik u dat Stedoco met 3-1 won van NSC en daardoor bovenin blijft meedoen. Komen wij in de hoofdklasse B aan. ASWH Zwaluwe was de topper. Ja, ik heb Adrie gesproken. Van de trainer van Zwaluwe, Poldervaart. Ja, en zoals over het algemeen altijd met Adrie, die is reëel. En die zegt, we hebben terecht verloren. Het had wellicht niet gehoeven. We hebben de eerste helft... eigenlijk ASWH over ons heen gehad met heel veel kansen die ze niet maakten. En eigenlijk de tweede helft wat meer in controle kunnen spelen. Maar toch de 1-0 tegengekregen uit een... Dat was volgens Adrie wel een beetje een discutabel moment. Hij dacht dat hun een ingooi kregen en, of een vrij trap kregen. Maar ASWH gooide snel in en dan kwam een corner uit en die werd vervolgens afgemaakt. Maar hij zei wel terecht verloren en een goede ploeg verloren, zei hij. Jesper van der Bos met de matchwinner in de 86e minuut. Hij scoorde de 1-0. En de rentree van Danny Voets was daar. Want in de 50e minuut viel de keeper uit. En good old Danny Voets mocht zijn rentree maken als keeper van Zwaluwe. Andere opvallendheden, Ron, in deze afdeling? Ja, de thuisnederlaag van Smitshoek tegen Noordwijk. Dogon Corneille die debuteert als trainer bij Noordwijk met een 3 punten, zullen we maar zeggen. Ja, altijd prettig als je je eerste wedstrijd weer mag gaan zitten en je kan de 3 punten meenemen. Het wordt trouwens voor Smitshoek wel steeds nijpender. Als je op de 14e plek staat met 5 punten uit 9 wedstrijden, dan moet je je toch zo langzamerhand wel een beetje zorgen gaan maken, denk ik. Een onnodige nederlaag was ook overal weer te lezen. En als je het spel bekijkt, dan is het ook zo. Alleen, je moet uitkijken dat het een Katwijk verhaal wordt. Hè, waar die ja, zegt, precies. Nou, ja, goed, het komt wel, het komt wel. Ja. Ja, die dachten vorig jaar ook van het gaat wel meevallen, het gaat wel meevallen. En uiteindelijk spelen zij nu in dezelfde klas als Smitshoek. En daar staan ze natuurlijk stijf bovenaan, dat is ook wel duidelijk. Maar vooral oppassen dat het niet nog verder wegloopt. Hè? Want de andere ploegen die lopen steeds verder bij ze weg. Ja, een beetje pech ook natuurlijk dat Merrelaar in de eerste minuut die kans net niet kan verzilveren. Maar dat heb je dan een beetje als je onderin staat, heb ik altijd het idee dat je denkt van... Maar ja, dat klopt. Hè. Dan zit het ook op sommige momenten niet mee. Al is het wel zo dat als je onderaan staat en je dat soort momenten niet mee hebt, dan denk je er ook altijd op zo'n manier over. Hè, van ja, het zit ook niet mee omdat we onderin staan. Dat is ook een beetje psychologie, denk ik. Het gaat er toch gewoon om je kwaliteit te tonen en kansen te verzilveren die je krijgt. En als je ze krijgt, moet je ze maken. Zo simpel is het gewoon. Fauzi, hij deed het wel en werd uiteindelijk... de mensen weer naar voor Noordwijk, ex-Gouwenaar. Ja, jongen van Ona. Daar zitten ook nog goede voetballers. Nog steeds trouwens, alleen komt er niet altijd uit. Heb ik vandaag weer mogen zien. Andere opvallendheden? Sexus SO? Ja, 3-0. Ja. Was het een beetje een sleutelduel, had ik het idee. Ja, zeker gezien. Er zit nu een gaatje van 4 punten tussen. Dus ja, dat... Er zat maar een puntje tussen, dus ja. Ook weer goed voor Xerxes, wat toch gewoon duidelijk. Een hoop nieuwe jongens deze beslissende, belangrijke pot gewoon weer uit te halen. Ja. Tweemaal Almeida en Oulawali. Ik ben wel benieuwd naar de volgende speelronde. ASWH Katwijk. Ja. Dat wordt wel de wedstrijd van de waarheid voor ASWH. Ik bedoel, die staan denk ik op de positie waar ze horen nu. Al is de achterstand eigenlijk door een matige start groot. Als ze echt Katwijk willen laten beven, dan moet het gebeuren de volgende keer. Ja. Dus dat is wel een mooie wedstrijd. En zijn ze er toe in staat? Dat denk ik zeker. Kijk, Katwijk heeft natuurlijk gewoon echt een geweldige ploeg. Die hadden nooit de topklas uitgemoeten. Maar ja, dat is wel gebeurd. Maar ASWH heeft ook een geweldige ploeg. Heeft al jaren een geweldige ploeg. Halen het steeds net niet. Ik heb bij mij nu Robert Stout lopen. Die mij daar wel eens het een en ander over vertelt. Ja, als het moet gebeuren, moet het nu gebeuren, denk ik. Ook met die groep die in de leeftijd zit waar zij nu in zitten. Ja, dan moeten ze eigenlijk dit jaar de strijd met Katwijk aangaan. Een beetje drop of erom. Ja. Komen wij in de eerste klasse. B en zien daar Deltasport de ingeslagen weg gewoon doorgaan. Zij winnen met 3-0 van Zwift.
En dat was nou net de tegenstander vorig jaar in de na-competitie. Toen won Zwift met 1-0, waardoor SA ook periode winnaar werd, zeg maar, de winnaar van de periodes. En mocht naar de hoofdklasse. Dus een knap herstel. Als je ziet, vorig jaar in de na-competitie 1-0 verliezen, nu 3-0 winnen. Ja. Goede ontwikkelingen doorgemaakt. Enige concurrent is eigenlijk nog Sportlust. Ja, dat is net zo knap, want die speelde vorig jaar hoofdklas. En zijn gedegradeerd. En dat is altijd knap als je dat jaar daarna toch gewoon meedoet weer gelijk. Dat je spelers in ieder geval over die teleurstelling hebt weten te krijgen. Ik heb het bij Jodemoers meegemaakt. Toen we uit de topklas gingen, dat heeft gewoon impact op spelers. En als je dat er knap uit weet te halen en weet te presteren. En Sportlust doet dat. Ik denk dat in die afdelingen het uiteindelijk tussen Sportlust en Deltasport gaat. En Sportlust doet het ook nog eens op een, vind ik, verstandige manier. Veel eigen jongens, veel jongens die iets met woede of met Sportlust hebben. Dat is toch de remedie. Overal her en der spelers vandaan halen. Dat kan op het allerhoogste niveau. En dan moet je daar ook een budget voor hebben. Kom je op dit niveau, eerste klas, tweede klas, dan denk ik dat het heel verstandig is dat je vooral je baseert op eigen jongens. En ik denk dat dat Middelkoop dat prima aan het oppakken is. Ja. Hij weet het in ieder geval nog bij te houden. In 1C zagen we Nieuw-Lekkerland winnen met 4-1 van VVGZ. Ja, ik heb Ronald gesproken, Ronald Hulsenbos. Heel snel 2-0 voor. Met de rust 1-3. En eigenlijk na rust snel 4-1 kunnen maken. Waardoor die wedstrijd gespeeld was. Is ook goed bezig. En volgende week topper als inhaalwedstrijd tegen Sliedrecht. Dus spannend daar met Rijssel samen. Ja. Ja. Hij zet wel wat neer. Want toen het degradeerde uit die hoofdklasse had iedereen zo zijn twijfel. Van, ja, het ging wel heel erg. Dat gat was wel heel erg groot. Hij weet toch de ploeg bovenin mee te laten draaien. Is dat de kracht van bijvoorbeeld een Hulsbos? Ja, ik denk. Ik heb met Ronald op de cursus gezeten. En ik ken hem ook daarnaast wel van rondom die cursus dingen gedaan hebben met elkaar. Is wel iemand die denk ik ervoor kan zorgen dat een groep echt een groep wordt. En dat er sfeer is. En dat hij ertussen staat als dat kan. En erboven als het moet. Dus ik denk zeker dat op zijn konto te schrijven is. Ja. Zijn oude ploeg heeft het wat moeilijker. Ondanks de prestatieve injectie. De kwalitatieve injectie. Floor met 4-2, Heinenoord van Alexandria 66. Ja, ja, opvallende uitslag. Ja, dat was en knap van Alexandria, denk ik. Zeker gezien de positie waar ze in zaten. En voor het eerst nu boven een streepje, zullen we maar zeggen. Ja, was nodig ook, hè? Want het rommelde dan niet. Maar een jonge trainer op Oma Kaan moet dan keuzes maken. Ja. Dan ligt er toch misschien een vergrootglas op. Zeker omdat het betreft een jonge jongen of... Valt dat mee? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, het gaat net als met spelers, het gaat niet om leeftijd. Het gaat om kwaliteit. Het gaat om of je de boel draaiende kan houden en of je beslissingen kan nemen en die beslissingen goed kan motiveren. Daar gaat het om. En of je nou 55 bent of 35, dat maakt volgens mij niet zoveel uit. Nee. Maar ervaring, als je ergens op kan bogen. Maar klopt. Goed, als club maak je ook een bewuste keuze. Ja, dat denk ik ook. Dus laat de jongen rustig zijn werk doen en je hebt daarvoor gekozen. Ik zou zeggen, ga met z'n allen erachter staan en zie wat er kan gebeuren. Ik bedoel, ze winnen toch van een ploeg waarvan je mocht denken van, nou, die gaan goed meedoen. Ja, als je ziet dat, hè, de eerste doelpunt te maken, Vinicius Bongaerts. Dat is een jongen die ervaring meeneemt ten opzichte van misschien wel de ploeg, heel de ploeg Alexandria die er staat. Ja, maar ja, kijk, één speler kan het verschil niet maken. Je moet het echt met een team doen en dan kun je individu het verschil maken. Maar één speler die zomaar op papier staat en die het even gaat doen, daar geloof ik echt niet in. Nou, dat is wel een aardige selectie. Zeker, een hele goede selectie. En dan kunnen dat soort spelers het verschil maken. Juist. Goed, het gebeurde niet, het werd 4-2 en doelpuntmakers aan Alexandria zeiden Lobiet. Hij scoorde weer. Dit keer de 1-1 Curiel. Fransen maakte nog eventjes de 2-2 en Watson en Obiango velden het vonnis over Heinenoord. En dat betekende een thuisnederlaag voor een van de favorieten. En een mooie overwinning voor Alexandria 66. Brielen blijft het goed doen. Ja. Nou ja, goed, van de week natuurlijk het nieuws dat Steve Buijs gaat vertrekken. Die gaat niet zijn vijfde jaar voor zijn vijfde jaar tekenen. Dus het is altijd maar af te wachten hoe dat gaat uitspelen in de eerstvolgende wedstrijd. Nou ja, 4-1 winnen uit bij Jongensdam. Op zich een mooie uitslag, denk ik. En we staan toch gewoon netjes op de vierde plek. 18 punten uit 9 wedstrijden.
Ik had het idee dat het niet helemaal de bedoeling was dat hij niet door zou gaan. Nee, ja goed, er stond wel wat cryptische omschrijvingen stonden erbij zomaar. Ja, nou ja, goed, het feit dat Hans Venneker ook stopte, dat is toch een redelijk boegbeeld waar de club op kan bogen. Ja. Ja, aan de andere kant, ik weet er niks van, dus ik ga er ook geen uitspraak over doen, Michael. Want dan moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. En ja, goed. Nou, laat ik het zo zeggen, Hans Venneker stopt niet zomaar. Nee, laten we dat daarop houden. Dat zal zeker zijn reden hebben. Hans kennende zal dat niet zomaar zijn, nee. Nee. Het heeft in ieder geval een effect niet gehad op de wedstrijd, of tenminste wel, misschien. Het werd uiteindelijk 1-4. Waarvan, bij een Heerjansdam, waarvan ze zeiden van, nou, dat is ook het Heerjansdam van vroeger niet meer. Ja, goed. Ik moet zeggen dat ik. Ik ben zelf natuurlijk op de zaterdag actief. Dus spelen zie ik ze nooit eigenlijk. Hè, dus daar kan ik weinig over zeggen. Maar het was natuurlijk altijd wel een ploeg die waar je rekening mee moest houden. En dat lijkt er nu toch wat minder op, als ik heel eerlijk ben. Ja. Waar we wel rekening mee moeten houden is Oranje-Wit. Zij liepen over Bonnes heen. Ja, 6-0. Dat is nog een aardige uitslag. Ja. Ja, goed, een vreselijk grote ploeg, denk ik ook. Een grote club. Ja, misschien toch ook wel iets te laag spelend naar wat ze aan club zijn. En Bonnes, dat kan de ene keer kan dat veel. En de andere keer geven ze waarschijnlijk allemaal niet thuis. En krijgen ze met 6-0 op de broek. Je kan hem een keer bij hebben. Brendan Koneman, hij had er binnen het uur 4 in liggen. Leendertse en Akkerman maakten het 6-0 vol. Andere opvallendheden nog hier? De onderste twee zijn wel een beetje bekend, hè? Klundert en Dinteloord, die gaan wel uitmaken. Of, nee, niet uitmaken. Die zijn, ja, dat zijn wel de twee gedoodverfden. Ja, dat is toch... Ja, je ziet toch wel vaker in al die afdelingen dat die Zuidploegen toch een beetje in het verdomhoekje zitten wat dat betreft. Lijkt het westelijke voetbal toch net iets sterker, zo maar zeggen. Nou, dat is dan mooi voor de ploegen die uit de rest komen in die afdeling. Zondag, want wat u normaal gesproken niet van ons gunt, normaal sluiten we hem af. Maar we pakken de twee ploegen uit de top en de hoofdklasse, dus één uit de top en één uit de hoofdklasse er even bij. Leonidas verliest met 3-0 dit weekend van Linde. Ploeg die bovenin staat, kan gebeuren. Ja, kan zeker gebeuren. Kijk, het ging van een grote nederlaag naar vorige week een mooie overwinning. En nu helaas weer een nederlaag. Ja, dat is een beetje wisselvallig. Maar als je daar ziet onderin hoeveel ploegen binnen 3 punten van elkaar staan. Ja, dat met de uitzondering van Edo. En ik denk dat Edo, dus dat vorig jaar bij VOC in de competitie, die heb ik toevallig zien spelen. Vond ik een redelijke ploeg. Maar je ziet dat die zijn uiteindelijk vierde na competitie. Ook doordat Haaglandia halverwege die na competitie niet wilde spelen. Stonden ze redelijk snel en zomaar in die finale. Die blijft eigenlijk achter. Maar daarboven staat een groepje van 6-7 ploegen die binnen 3 punten van elkaar staan. Dus ook daarvoor geldt net als op zaterdag naar die 35 punten toe. En dat is arbeid leveren. En dan zit er een charme van op het hoogste niveau spelen. Maar het is wel hoop en het weg, hè? Jij maakt dat nu ook mee, denk ik. In de hoofdklasse. Ja, Is dat een nadeel als je kijkt naar bijvoorbeeld kantineomzet, toeschouwers... Nou, ik moet zeggen, de ploegen waar wij nu zijn geweest, we zijn bij DHC geweest in Kwik, dat is natuurlijk nog hier in de buurt. Vorige week waren we bij Jos in Amsterdam, er was ook nog aardig wat publiek. Dus ik vind het wel meevallen. Ja. Het is niet minder druk als je tegen een ploeg als AFC komt? Nou, wij speelden vandaag tegen AFC, die komt uit Alkmaar. Ja. Die hadden niet heel veel mensen bij zich inderdaad. Van VOC is het over het algemeen redelijk wat publiek. We hebben een beetje pech dat we vaak tegelijk met Feyenoord spelen, dat is bij... Bij een Rotterdamse amateurvereniging dan altijd een beetje vervelend natuurlijk. Maar vanmiddag was er ook weer aardig op publiek. Dus. Okay. Leonidas blijft een beetje rond de streep, rond de stippenlijn bungelen. En de ene week is de andere week niet, zullen we maar zeggen. Dan komen we in de hoofdklasse bij jouw eigen wedstrijd. Ja. Een belangrijke wedstrijd vandaag. Hoe heb je jongens voorbereid? Nou, vorige week verliezen we bij Jos. Die stonden op dat moment ook maar 1 punt bij ons vandaan. Het was een wedstrijd die we niet hadden hoeven verliezen, waarbij we niet goed gespeeld hebben, maar absoluut niet minder waren dan de tegenstander. Die was alleen wat effectiever en wij hebben op 2 momenten heel naïef verdedigd, waardoor we 2-0 achterkwamen. Dus dat heb ik wel meegenomen deze week, als wij met deze spelersgroep in de hoofdklas willen blijven. En dat willen we, en dat kan ook. Dan moeten we wel zorgen dat soort momenten uitgebannen worden. En daar zijn we mee bezig geweest.
Vorige week zijn we ietsje ingezakt. Vandaag hebben we weer volle bak vooruit gespeeld. En ik merk gewoon aan spelers dat ze dat toch het prettigst vinden. Is overigens niet de speelstijl die altijd bij VOC gehanteerd werd. We hebben er toch op een redelijk snel tempo de basis voor gelegd. Maar ik zie ook wel dat spelers dat het prettigst vinden om uit te voeren. En vandaag stonden we binnen een half uur, vaak nog niet eens een half uur, met 3-0 voor. Op een prima manier, met prima goals. Dus ja, ik ben vandaag wel tevreden. Daar hebben we het te vaak over van, hè? Thomas Verhaar is weggegaan. Maar wat we eigenlijk nog wel eens vergeten is dat zijn broertje Wessel ook nog niet terug is. Nee, ja, absoluut. Ik kan niet zeggen net zo belangrijk, hè, want Wessel maakte er geen 25. Maar Wessel was voor VOC en dan was ik nog op dat moment geen trainer van die groep. Maar dat kon ik van de buitenkant ook wel zien, gewoon hartstikke belangrijk. Gewoon een goede middenvelder die onder druk een bal durft te vragen, die weinig tot geen balverlies leidt. Ook nog eens aanvoerder was, in die groep ook een belangrijke rol speelde. Mensen onderschatten denk ik zijn afwezigheid de eerste helft van het seizoen. Buiten het feit dat de pure klasse van Thomas Verhaar natuurlijk niet ter discussie staat. Maar Wessel was voor VOC wel belangrijk. Even voor de mensen die het niet weten, hij heeft van de zomer een uitstapje gemaakt naar Amerika. Ja. Bij de Dayton Dutch Lions? Ja, daar is hij bijna 2 maanden geweest en hij is nu voor zijn studie in Spanje. En hij sluit in januari weer aan en daar ben ik heel gelukkig mee, want dat is absoluut een speler die we goed kunnen gebruiken. Dan heb je in één, voor ons misschien wel uit het niets, een jongen van Soccer Boys lopen en die schiet ze er een om. Ja, nou, dat is heel knap. Hè. Ik bedoel, we hebben het over Dave van der Steen, ik denk dat je daarop doelt. Ja, ik denk dat jij hem zegt. Ja, dat is heel knap. Die jongen komt uit de derde klas, werd daar weliswaar kampioen met Soccer Boys, maar dat was in de derde klas. Doet het hartstikke goed. Hebben we vanaf begin af aan eigenlijk langzaam willen brengen, maar hij deed het zo goed dat we hem al heel snel gewoon echt als basisspeler zijn gaan gebruiken. Ja, en hij maakte vandaag ook weer 2 en geen verkeerde goals. Echt de 2-0 maakte die kopbal, echt een goede kopbal. Strakke voorzet voor Ruud Stijvers en hij komt goed naar de bal en laat de keeper kansloos. En de tweede komt hij heel goed voor zijn man bij de eerste paal en tikt hij binnen. Gewoon een goede spits. En buiten die goals is hij voor hoe wij spelen ook heel belangrijk. Hij is sterk, hij verliest bijna geen bal. Hij wint kopduels, hij is 90 minuten lang verdedigers het leven zuur aan het maken. Ja, ik geniet ervan die jongen. Volgende week, Langhaan en Stout maakten de overige goals overigens. Ja. Over 2 weken, volgende week heb je rust. Over 2 weken speel je dan voor mij ook een belangrijke wedstrijd tegen Holland. Ja, nou ja, dat is er ook een die in de buurt staat. Hè. We hebben een moeilijk begin gehad tegen ploegen die nu ook boven in de stand staan. En die kon je van tevoren ook wel uittekenen dat die bovenaan zouden gaan komen. Nu hadden we een serie met Jos, AFC, Hollandia. We hebben er 1 van verloren en 1 vandaag van gewonnen. Hollandia staat gelijk met ons. Ja, als we echt weg willen bij het gevarengedeel, ja, dan moeten we in Horen voor de punten gaan. Met deze ploeg, wat is er allemaal mogelijk? Nou, ik denk dat we, zeker gezien hoe we nu gespeeld hebben, moeten we gewoon zorgen dat we 4 ploegen onder ons krijgen. Er staan er nu 3 onder ons. Die hebben we ook alle 3 gewonnen. En ook alle 3 terecht gewonnen. Ik denk ook dat we zeker beter zijn dan die drie. Maar er moet er nog 1 minimaal ingehaald worden. En dat kan ook. We hebben, wat ik zei vorige week, Jos, hadden we ook kunnen winnen. Die staan net boven ons. Hollandia staat vlakbij ons. Wij moeten nog wel ploegen kunnen inhalen. En ik denk dat kan. Een ploeg als Haaglandia, is dat echt het lelijke eentje? Want wij zeggen dat elke keer. Nee, dat is het lelijke eentje. Kijk, daar is heel veel gebeurd. Ik weet er niet alles van, maar daar is een constructie met een soort makelaarsachtige organisatie. En dat heeft niet goed uitgepakt. Er zijn eigenlijk heel veel spelers die daar zouden komen voetballen. Die voetballen daar niet. En die hebben vandaag weer, volgens mij met 7-0 verloren van OFC. Die verliezen elke week. Dat is wel het lelijke eentje. Ja. Dus volgend jaar alleen nog maar op de zaterdag. Wat ze nu eigenlijk al een beetje willen. Ja, trainer was toen wij er tegen speelden nog heel positief over. We gaan het oppakken. En wellicht dat we in de winterstop nog wat spelers kunnen aantrekken. En toch het proberen recht te trekken. Maar degene die nu in ieder geval daar spelen. Die kunnen niet een heel jaar een hoofdklasse niveau aan. Ron, nog iets waarvan je zegt van nou dat moet nog even gemeld worden? Nee. Ik had ook inderdaad die wedstrijd Hollandia VOC. Het enige verschil is doelsaldo. Ja, dus dat geeft Patrick's me belangrijk. Patrick's ploeg op -1 en Hollandia +3. Dus, ja. Ja. Het is nog vroeg. 0-4 winnen en dan
sta je 3 punten los en je doelsaldo is in ieder geval weer gelijk. Nee, dat klopt. Nee, in Hollandia kan je qua visie wel vergelijken met VOC. Een hoop eigen jonge jongens. Ja. Dus dat wordt een mooie uitdaging. Mooi. U heeft het nieuwe concept gezien. Nou, we houden bij deze eenmalig horen. Volgende week geen uitzending overigens in verband met het inhaalweekend. Dus over 2 weken zijn we er wel. Dan weer volgens het gewone concept. Dus blijf je vooral kijken.